Ik denk dat er super vette foto's bij zitten, echt bangers. Het licht was ook heel erg mooi. En de outfit van Lila knalde hier lekker in deze setting. Het is hier een beetje industrieel en een beetje kaal. En dan, bam, ze knalde er gewoon af. Het gaf me echt zo'n 90s vibe. Ik ben Rick Luijks. Ik ben portretfotograaf. Ik schiet ondernemers, maar waar ik niet echt van hou is fashionfotografie. En dat gaan we vandaag hier ook doen. Ik heb hier een lens van Sigma, 35mm f2 en de 65mm f2. En ja, die gaan we vandaag hier testen met een kleine fotoshoot. Gaan we nu naar mij kijken? Hier kan je een stapje naar achter. Misschien kun je deze keer richting de stralen een beetje zo wegdromen. Vooral de 35 vond ik echt ideaal om achter het licht aan te gaan. Het is altijd in een parkeergarage, het licht verandert zo. Dan was ik op zoek naar de compositie waarbij het licht perfect op haar viel en de hele compositie mooi krijgen. En dan een prime is ideaal, want je gaat niet in, uitzoomen, je verplaatst jezelf, je zoekt het shot en schiet er maar. Wat een vet shot, met die paal hier zo achter. Fashionfotografie, dat is mijn uitlaatklep nu. De vrijheid die daarin zit, de vibe, het verhaal waar je erin kan creëren. Het gaat voorbij het kledingstuk. Je laat echt een emotie zien, een setting, een verhaal. De eerste keer dat ik ze uit de doos pakte al, niet te vergelijken met andere lenzen. De lenskap, aluminium, hoe ze aanvoelen is solide. Het mechanische gevoel van de aperture ring. Ja, het voelt gewoon super lekker aan. Ik vond het wel chill dat ik snel van mijn aperture kon veranderen bij verschillende shots. Als je nu net iets draait richting mij. Ja. De kleuren uit de lens is ook echt super nice. I think I like it how it is. Ik weet niet of iemand wel eens met een vintage lens heeft geschoten, maar het heeft die feel. Het heeft een vintage degelijke kwaliteit die ik bij heel veel lenzen vandaag de dag niet meer zie. Ja, de voordelen zoals ik zei, het is lekker compact. Ik heb andere objectieven die zijn twee keer zo groot, het wordt zwaarder. Dit is lekker in balans te houden, je krijgt er geen lamme arm van, maar toch die F2, scherp, mooie bokeh. Nadelen, ja, wat zijn de nadelen? God, ja, dat is lastig hoor. Ik weet niet echt of ik een nadeel gevonden heb tot nu toe. Hoe koud die is, als het koud is, want het is helemaal van metaal. Zelfs de zonnekap is van metaal. Het is aluminium volgens mij, maar... Bam. En dan echt die. En dan zo dadelijk misschien inderdaad aan de kraag pakken is ook dope. Wie zou ik deze lenzen aanraden? Nou, ze zijn super sterk. F2, als je model een beetje beweegt, is dat super fijn. Dus gewoon voor portretfotografen om in je tas te hebben. Ze zijn klein, compact. Maar als jij op straat fotografeert, on the go, net zoals ik, gewoon rondlopen, verschillende hoekjes en die snel wil switchen, ja, dan kan ik ze zeker aanraden.